Maar in ieder wereldje heb je toch een paar paardenlullen rondlopen en mensen die je mag. Nou, afgezien van mij, wie vind je nog meer echt een paardenlul dan? Noem nog eens eentje waarvan je zegt van, dat vind ik nou echt een paardenlul. Nou, ben ik benieuwd. Nou ja, ik vind Martin Vergeel wel een paardenlul. Maar je kent de man nauwelijks. Ja, hij is hier toch een paar keer geweest. Maar dan zit hij hier als minister van Buitenlandse Zaken zijn vestje op te zeggen. En ik vind er niets natuurlijks aan die man. Maar ben je dan een paardenlul meteen? Nou ja, dat vind ik, zoals hij zich gedraagt. Ik denk, Martin, je bent een ex-voetballer. Zo kun je niet zijn, zo kun je niet worden. En dan moet je nog helemaal zien dat je in Leeuwarden komt. Dat is verschrikkelijk. Maar we hebben wel een hele gezellige avond daar gehad. Met die irritante burgemeester. Dat was nou een paardenlul. Ha 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 ha